Op de A73 is maandagochtend een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt. Rond 5:50 in de ochtend raakte de bestuurder van de weg en belandde in de berm. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft meerdere botbreuken. Gezien de drukke ochtendspits en het feit dat het nog donker was, werd door Rijkswaterstaat besloten om het voertuig pas later in de ochtend te ruimen. In de tussentijd kon het verkeer gewoon doorrijden, al ontstond er wel een flinke kijkersfile. Rond 10:30 arriveerden twee bergers die de vrachtwagen uit de berm hebben gehaald en afgevoerd. Dit zorgde uiteraard wel voor enige oponthoud op de snelweg. Tot aan Kuik ontstond er een file. Door het bergen werd er ook modder vanuit de berm de rijstroken opgesleept. Ook dat is door Rijkswaterstaat weer verwijderd.